Johnny Hogeland stapt toch weer op de fiets. Nadat hij vorig jaar had aangekondigd na het seizoen te stoppen als profrenner, beklimt hij op 8 juni nog één keer de Mont Ventoux. Dit keer niet in de Tour de France, maar tijdens Tour du ALS. Ja, ik ben gestopt met fietsen en ik vind dit hele mooie dingen om eigenlijk na mijn carrière te doen. Maar eigenlijk verbinden aan een goed doel. En het is heel bijzonder dat je dan ziet dat meer dan 500 mensen die berg oprijden voor mensen met ALS en zelfs patiënten. Ja, dat is heel bijzonder om te zien. Wil je samen met mij de Mont Ventoux beklimmen en zo de ziekte ALS de wereld uittrappen? Schrijf je dan nu in bij Team Johnny op tourduals.nl. Train ze en tot dan!